Ja, Jeroen Vreeling, 0-5 voor overwinning bij Avereest. Ja, het gaat met de week weer beter, hè? Ja, zo lijkt het wel inderdaad. Dit was een hele goede overwinning. Vorige week ook een goede overwinning geboekt. Vorige week hadden we sowieso meer moeten scoren. Maar ja, vandaag tegen een best wel stugge ploeg maak ik toch 5 goals. Dus het laat wel zien dat we het ook echt wel kunnen. Ja, uiteindelijk tweede helft was het appeltje eitje. Ja, zo leek het op zich wel. Misschien was het conditioneel bij hun en wij kregen ook veel ruimte. Ja, we hebben veel sneller aan de zijkanten. Dus ja, dan uiteindelijk lopen we eroverheen. Stugge ploeg, zei je. Toch vond ik ze in de eerste helft voetballen soms ook best wel aardig. Ja, dat klopt inderdaad. Wij waren de eerste 25 minuten waren we echt wel wat aan het zoeken. En ja, daardoor kregen hun heel veel ruimte. En ja, er kwam een paar keer een gevaarlijk voorzet van de zijkanten, waardoor hun toch nog een beetje gevaarlijk werden. Dus ja. Dat was een beetje een nieuwleuze verhaal, hè? Want de eerste 10 minuten zeg maar, kregen jullie toch 3 aardige mogelijkheden. En daarna kan die bal inderdaad de zomer invallen. Ja, welke wedstrijd was dat? Tegen Nieuw-Leuzen bedoel ik. Die ken ik niet meer. Die ken je niet meer. Nee, die ben je lang vergeten. Heel goed, gewoon. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Uiteraard. Weet je, daar maken we. Ja, ben je ook bovenliggende hand. En dan maak je een paar blunders als het ware. Persoonlijke fouten. En ja, die wedstrijd, net wat ik zeg, die weet ik eigenlijk niet meer. Maar dan even naar dat moment nu terug. Hè, van enorme kans voor de thuisploeg, voor Avereest. Werd ook even gejuicht. Maar bal was absoluut niet over de lijn. Nee, absoluut niet. Mitchell die stond zelf op de. Op de achterlijn, echt gewoon op de lijn. Dus hij haalt de bal voor hem weg. Dus, ja. dan kom je op 0-1. Prachtig doelpunt, hè? Ja, zeker. Ook een hele goede aanval daarvoor. Ook daar de complimenten voor. En hij maakt hem natuurlijk fantastisch af met zaken. Dat is Twan. Twan kan goed voetballen en dat laat hij zien. Zit in de familie, hè? Ja, zo lijkt het wel, hè? Tweede helft dan. Eigenlijk komt Avereest niet echt aan de pas. Wordt het al snel 0-2 door Jesse. Vervolgens de wissels, hè? De breedte van de selectie is toch dan weer een sterk punt. Stanford 2 keer en Dissel 1 keer. Ja, dat klopt inderdaad. Stanford die heeft in het begin een beetje pech gehad met wat blessures en wat privéomstandigheden. En daar is hij volgens mij nu, daar komt hij daar steeds meer bovenop. En dat heeft hij verdiend en maakt gewoon 2 goede goals. En Dissel, die kan ook heel goed voetballen en dat laat hij ook altijd wel zien. Ja, nu heeft hij op de bank moeten zitten omdat vorige week gewoon goed ging. Dus zijn kans komt ook weer. Wel lekker voor hem, hè? Na die wedstrijd die jij al lang bent vergeten. Ja, absoluut. Absoluut. Dus even naar Demian toe. Ja, hij valt in. Het is een wapen. Hè? Snelheid. Enige wat hij misschien nog moet hebben is het verder kijken zo nu en dan. Hè? Ja, zijn overzicht die ontbreekt af en toe wat. Maar dat komt wel bij de jongen. Het is nog een hele jonge jongen. En dat gaat zeker wel goed komen bij hem. Mooie ontwikkeling. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, goed, 0-5. De 0, ook belangrijk. Ja, die was zeker belangrijk. Elke wedstrijd is ik denk dat iedereen van elkaar kan winnen in deze competitie. Dus uiteindelijk zal het misschien wel weer op doelsaldo afgaan, of noem maar op. En dat je de 0 kunt houden, dat is gewoon hartstikke goed. En doelsaldo, daar doen jullie nu weer goede zaken in. Ja, absoluut. 5 keer scoren, dat is heel goed. Lekker bezig. Ik heb horen zeggen dat jij zei van dat kampioenschap, daar moeten we voor gaan. Zo denk je er nog steeds om? Ja, tuurlijk. Wij hebben een fantastische selectie. Ik denk dat we vooruit zijn gegaan qua kwaliteit en we zijn ook stukken fitter dan, denk ik, in ieder geval vorig jaar. Dan spreek ik voornamelijk voor mezelf. Ik ben veel fitter dan vorig jaar. En ja, misschien kun je dat vandaag ook wel zien. Conditioneel zijn we wel iets beter dan Avereest vandaag. Dus. Ja. Staat vandaag centraal achterin weer, want Eduard geblesseerd. Gelukkig valt het mee, lijkt het mee te vallen. Ja. Die positie op zich ligt de jongen wel, hè? Ja, zeker. Maar ik, wat dat betreft ben ik een allrounder. Ik kan overal wel gewoon uit de voet als het ware. En ja, ik heb ook aangegeven dat ik rechtsback of op linksback eventueel en centraal wil gaan spelen. Dus daar voel ik me toch momenteel prettigst en daar heb ik het spel goed voor me. Dus kunnen we ook het spel gaan maken en dat gaat tot nu toe gaat dat aardig. Ook qua concurrentie, jij moet je soms zelf wel schrikken, hè? Ja, nee, zo, absoluut. Kijk, vorig jaar was, ik weet niet of de concurrentie mij te groot werd op middenveld, maar voor mezelf vond ik het een betere keuze, omdat ik daar toch al een paar jaar had gevoetbald wel op rechtsback. En dat pakt al op zich, pakt het gewoon heel goed uit. Nou, op naar volgende week, hopelijk iets minder warme temperatuur, hè? Want dat valt denk ik nu op dit moment even niet mee. Ja, ik heb volgens mij mijn gezicht ook al even verbrand, dus het was vandaag was het echt wel heel benauwd. Ik ben de hele week ziek geweest, dus ik kon echt wel merken dat het echt benauwd had. Maar, volgende week koelt het vast wel wat af. En dan SCD, dan heb je ook eens een ploeg waar jullie het altijd wel moeilijk tegen hebben. Tenminste, die vorige twee wedstrijden. Ja, maar net wat ik zeg, ik denk dat elke ploeg kan van elkaar winnen.
En ja, dat is deze competitie gewoon. Het is een goede competitie en met heel veel tegenstanders die ook gewoon zelf durven te voetballen. En SCD, daar gaan we volgende week heen. Die pakken we ook gewoon, hoop ik.